Hallo allemaal, ik ben Mohamed Eslimani. Hoi, ik ben Wout en ik volg de juridische opleiding aan het ROC van Twente. Hoi allemaal, mijn naam is Jasmine Gissi. Ik ben docent recht en burgerschap. Ik ben docent en stagecoördinator bij de opleiding juridisch. En juridisch is vanaf volgend jaar Legal, Insurance en HR Services Specialist. Ik heb deze opleiding gekozen omdat ik graag aan het werk wil in het juridisch veld. En ik dacht graag dubbelstromen aan het HBO. De opleiding duurt ongeveer 3 jaar. We hebben ook een versneld traject, 2-jarige opleiding. Maar het is een beetje afhankelijk van wat je vooropleiding is. Als stagecoördinator doe ik mijn best om iedereen te helpen aan een stage. De stages binnen juridisch zijn heel verschillend. Je kunt denken aan het Openbaar Ministerie, de rechtbank, de gemeente, het UWV. Ook bij een uitzendbureau of op een HR-afdeling van een heel groot bedrijf of een heel klein bedrijf. Tijdens de stageperiode zijn we 1 dag in de week op Saxion. Hier volgen wij een aantal vakken waarvoor we ook al vaak studiepunten kunnen halen. De stage is een van de belangrijkste onderdelen van je opleiding om je diploma te halen. En de meeste studenten van ons, die gaan door, die studeren door, die gaan naar Saxion. En dan kun je kiezen voor HBO Rechten, HBO HRM of HBO SJD. Tijdens de opleiding maken we ook nog gebruik van wat activiteiten. Denk hierbij aan een bezoek brengen aan de rechtbank of naar de Hoge Raad. Daarnaast bieden wij voor de excellentieleerlingen ook een excellentietraject. We hebben 2 varianten, Excellent English en we hebben Excellentie Recht. Mocht je excelleren in Engels of in recht, dan kun je daarvoor in aanmerking komen. En daarnaast proberen we natuurlijk zoveel mogelijk rechten en plichten bij te brengen. We volgen een heel aantal rechtsvakken, waaronder bestuursrecht, persoon- en familierecht, burgerlijk procesrecht, internationaal recht en nog vele andere. Voor dit beroep moet je communicatief vaardig zijn, je moet proactief zijn en je moet vertrouwelijke informatie goed kunnen behandelen. Ben je geïnteresseerd in deze opleiding, zou je echt vragen om langs te komen op de open dagen die het ROC zal aanbieden. En ik hoop je dan terug te zien op zo'n open dag. Tot ziens!